Welkom bij een aandachtskunde podcast. Dit is voor het VWO, hoofdstuk 10 alweer. En dit hoort bij domein wereld voor je examen. Dus belangrijk, het bestaat uit 6 paragrafen en dit is paragraaf 5, Washington DC, een politiek machtscentrum. De tweede stad die we behandelen na Los Angeles, we gaan kijken hoe die is opgebouwd, waarom het geen wereldstad is en waarom dus politiek bijvoorbeeld wel een wereldstad is. Het is de hoofdstad, Washington, D.C., District of Columbia, waarbij Philadelphia het niet geworden is, New York niet geworden is en een soort compromis is gevonden. Dan maar een stad wat nog niet zo bekend is, maar wel in de regio, met een eigen district, Washington, D.C. Wat dus grappig is voor de mensen die daar wonen, dat ze niet in een staat zitten, maar in een district. Dus ze kunnen niet voor de governor, ze kunnen geen gouverneur kiezen, maar ze doen wel mee met de presidentsverkiezingen. Dus het is een apart stukje land in de regio. Washington is opgebouwd als de stad met Maryland en Virginia en Alexandria. En dat zijn allemaal grote steden, wijken en bebouwing. Dus dat kun je als Washington zien. Alleen de District of Columbia is dat vierkante gedeelte in het midden. Met die spijker die naar boven piekt, hoger dan dat mag er niet gebouwd worden. Waarom Washington DC een wereldstad is? Nou, er zit van alles. Het Pentagon, de CIA, de Senaat zit er. Er zitten veel NGO's, non-governementele organisatie, Oxfam zit er. Allemaal met hun eigen kantoren en mooie gebouwen. Het is een wereldstad omdat als je gaat kijken naar 1 op de 3 mensen bijna werkt in de politiek en dan ook de internationale politiek. En daar nog weer ongeveer een derde van indirect in de politiek. Dus echt het grootste gedeelte zit bij de overheid. En indirect moet je zien als bijvoorbeeld een hotel. Als jij een hoteleigenaar bent omdat jij bijvoorbeeld heel veel gasten moet ontvangen vanuit het buitenland, dat er verschillende workshops, dat er verschillende meetings georganiseerd worden. Nou ja, als je daardoor werk hebt, heb je indirect een baan door de politiek. Dus alles ademt Washington, alles ademt politiek. Sociaal-cultureel, best wel gescheiden. Je hebt vooral in het oude gedeelte, eigenlijk vanaf het moment dat het een hoofdstad wordt, heb je veel zwarte mensen die er wonen. Hè, ook de slaven die niet meer slaven werden, maar vrij waren, die gingen dus zo dicht mogelijk bij de man die ze vrij heeft gemaakt, die slavernij heeft afgeschaft bij de president en zijn dus naar Washington, want daar, als het daar besloten wordt dat slavernij is afgeschaft, dan zal het wel veilig zijn. En je ziet dus ook dat die vooral in de binnenstad nog zitten, in de oudere wijken en in de buitenwijken vind je de blanke bevolking. Dus weinig salad bowl, hè, de US salad bowl waarbij verschillende mensen door elkaar wonen, dat is in Washington toch niet het geval. Washington concludeerde, het is een belangrijke stad in de wereld. Er zitten veel politieke gebouwen, veel overheidsgebouwen, veel organisaties. Maar het is geen wereldstad, het is cultureel niet trendzettend. En economisch is het niet van belang. Daarom geen wereldstad. Hopen dat hier de vragen die hier staan beantwoord zijn. Mocht je nog vragen hebben, zet dat hieronder even. Wens ik succes met het leren. En vergeet niet, abonneer op mijn YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft voor al het andere wat nog zal komen. Succes met het leren!